En wat is jouw functie vanmiddag hier? We hebben een jukebox. En ik vraag mensen of ze een liedje willen horen. Heb ik een lijst met een heleboel liedjes daarin. Waar ze uit mogen kiezen. En dan stuur ik dat nummer van het liedje door naar de beheerder. En die speelt dat ter plekke. Snollebollekes. Ja, maar die zaten niet bij, jongen. Maar misschien kunnen ze het wel spelen. We gaan het proberen. Ja, ik geef door de snollebollekes. Welke moest ik doen? Van Adele. You Make Me Feel My Love. Ja. You Make Me Feel My Love van Adele. Nou, dat komt vast helemaal goed. Want ik doe de tafel vast in. Ja, alleen hij is hier gedaan. Wat is aangevraagd? Ja, dat zijn er zoveel geweest eigenlijk. Van toch heel veel klassiek. Maar ook wel liedjes over Almelo. We waren ook kinderen. Er zitten kinderliedjes in. Dus die hebben daar wat uitgezocht. Van het Songfestival zijn liedjes uitgezocht. Van de musicals zijn er liedjes uitgezocht. Ja, de gekste dingen. En dat kan die Frans Hagen allemaal spelen? Ja, hij heeft een selectie gemaakt en dat kan hij allemaal spelen, ja. Dat wat je nu hoort spelen, ze kunnen echt heel veel spelen. Ze kunnen hele moderne dingen spelen. Ze kunnen klassieke muziek spelen, van alles. Dus je kan iets aanvragen wat jij leuk vindt. Dat staat in het boekwerk wat die meneer nu onder zijn arm heeft. Het zijn er twee. O jee. Twee boekwerken. Nou, kijk, misschien wil zus Lief ook wel even kijken. Zoek een heel mooi liedje uit. West Side Story. Ja, de Titanic. Ja? Ja. Nou, die gaan we dan doorsturen zometeen. Dat is M18. Ja. M18 moet zometeen gespeeld worden. Ja, dat wordt even opgeschreven. En Hans Bult, die alles weet van het Staatskaroljon en daar heel erg bekend mee is, die gaat erop zetten. En jij, heb jij ook al een liedje gezien? Doe ook maar de Titanic. En doen we hem twee keer? Of doe je gewoon samen? Ja, gewoon samen. Is goed. En heb je niet nog een ander mooi liedje gezien? Een mooi Franse liedje. Hier, doe maar de C8 voor een vlucht. C8. C8 wordt ook nog gespeeld. Frans Hagen, vanmiddag heb je hierboven in die grote kerktoren op het Stadskaroljon gespeeld. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe was het om hier vanmiddag weer te spelen? Ja, dit is altijd leuk, hè. Want, het leuke is dat je zelf weer een beeld krijgt van wat mensen eigenlijk leuk vinden aan repertoire. En wat zo de doorsnee bevolking eigenlijk wil horen. Ik heb begrepen dat er heel wat liedjes aangevraagd zijn en dat het dus echt goed verlopen is. Ja, ontzettend veel. Ik zou 1,5 uur spelen en uiteindelijk is het bijna 2 uur geworden. En dat spelen op zo'n speciaal, ja, dus het is een soort carillon. Waarom doe je dat? Waar is die voorliefde vandaan gekomen? Ik heb het als kind ooit in Deventer gehoord op de toren, dus blijven hangen. Ik ben naar het conservatorium gegaan, allerlei hoofdvakken gestudeerd. Als ik het wil doen, moet ik het nu nog doen. Dus een week erop begonnen met studeren aan de bijaardschool. En langzamerhand is de bijaard eigenlijk helemaal 100% mijn werk.